In de wijk Brouwhuis is de gemeente Helmond begonnen om de hondenpoepoverlast aan te pakken. Tijdens een inventarisatie werden maar liefst 1300 rollen geteld. Tijd voor actie. Er zijn palen met borden geplaatst die de hondenbezitter attent moet maken op het zelf opruimen van hondenpoep. Op plekken waar eerst geen poep geruimd hoefde te worden. Ook zijn er hondenloslaatstroken ingericht waarbij geen opruimplicht telt. Dat mensen zelf hun rotzooi op moeten ruimen is een algemeen aangenomen omgangsvorm. Echter, de gemeente heeft opdracht gegeven voor het plaatsen van nieuwe palen en borden, soms maar op een afstand van 3 meter van een lantaarnpaal. Daarmee toont de gemeente Helmond aan niet om te kunnen of willen gaan met geld wat ze van haar burgers heeft gekregen. Iets grotere klemmen zouden de extra palen overbodig maken. Zoals door de gemeente beloofd, komt de poepzuiger niet meer langs, maar er worden geen controles uitgevoerd en de depodocs worden niet consequent geleegd. Laat staan dat de plastic zakjes waar de hondenpoep mee moet worden opgeruimd worden bijgevuld. Voor hondenbezitters lijkt het op een ordinaire bezuinigingsmaatregel, waarbij de gemeente geen rekening houdt met de uitstraling van de omgeving. Of de maatregelen zin hebben, zal wellicht pas bij de volgende generatie duidelijk worden.